Zo ziet Aikido er in Hollywood uit. De meedogenloze Steven Seagal maakt korte metten met zijn tegenstanders. Dan ziet de 72-jarige Koretoshi Maruyama uit Japan er heel wat vriendelijker uit. Maar ook hij is niet iemand om mee te spotten. Koretoshi Maruyama is speciaal naar Nederland gekomen om hier les te geven in zijn eigen Aikido-variant, Yui Shinkai Aikido. Zijn leerlingen zijn erg van hem onder de indruk. Zijn vriendelijkheid, de manier waarop hij het uitlegt en hij staat open voor iedereen. Hij is zo vitaal en fit. Hij staat elke ochtend om 4 uur op en dan gaat hij urenlang oefeningen doen. Ja, en hij slaat zo 5 volwassen mannen van zich af, hè? Ja, dat ook nog, ja. Ja. Are they good? Ja, yeah, good. Aikido is always non-fighting mind. They practice with harmony. And harmony is very important. Yes, harmony is very important. De grote Aikido-meester geeft 3 dagen achter elkaar les in Hoensbroek. Hij lijkt, ondanks zijn 72 jaar, onvermoeibaar. But how do you do that? Meditation. Keep calm. And that's how you get strong. Yes. Dat is Aikido. Je gebruikt de kracht van de tegenstander. En dat kun je op elke leeftijd doen. Dat is ongelooflijk. Zo'n man van 72 gooit al die jonge kerels op de grond. Ja, dat is Aikido. Ja, precies. Zo ziet het uit. Je hebt het gezien. Als u straks 72 bent, kunt u dat dan ook? Ik hoop 72 te halen. En dan denk ik wel misschien. Deze oude man is nog steeds erg gevaarlijk. Zoveel is duidelijk. Toch moeten we dat ook nog even zelf testen. Can you throw me on the ground? Nou, dat willen we dan wel eens even zien. Nee,